is nu 50 jaar geleden dat we begonnen met het experimenteren van de bermen in Zwolle om er meer wilde flora in te krijgen. Zoals we hier nu zien, en dit is nog maar 20 jaar oud, dit is in Stadshagen. En je ziet dat het een en al flora is, een en al insecten is, er bloeit van alles. Begin jaren 70 zijn we daarmee begonnen. Bermen was eigenlijk een beetje een ondergeschikt groen element. Het hoorde bij de weg en dat was het. Het ecologische groen was toen nieuw. Halen we van buiten naar binnen, zelfs tot aan de binnenstad. Het idee was om met name in de zomer het optimum te krijgen in de bloei. Hoe doe je dat dan? Dat is dus de maand juni, juli, augustus. We zitten nu in augustus. Het bloeit nog volop. En dat krijg je alleen maar als je dus heel vroeg in het jaar, in mei, de eerste maaibeurt doet. Dat noemen we eigenlijk verschralen. Dat betekent de grasvegetatie gaan we een beetje uitputten, verschralen, zodat we de wilde flora stimuleren, wat dus de hele zomer doorbloeit. Dan ga je ongeveer 5 jaar het monitoren, bekijken van wat gebeurt daar nou in die berm. En soms zie je dat dat gaat bloeien, soms zie je dat weer iets anders gaat bloeien. Sigorij is een van de meest opmerkelijke soorten hier in Zwolle. Komt echt overal in de bermen voor, in de buitenbermen. En zo na 5 jaar dan zeggen we, dit is het beeld, dit willen we houden en zo gaan we door. Gemiddeld maaien we 2 keer per jaar. Alleen dit stuk kun je zien, dat hebben we in het voorjaar gemaaid. En dat stuk hebben we dit voorjaar niet gemaaid. En hebben we het najaar ook niet gemaaid. Dat is eigenlijk het overwinteringsgebied van alle insecten, bijen, vlinders. Want die leggen daar hun eitjes in de winter om te overleven. Bovendien is het ook een voedselbank, want je ziet het, er bloeit van alles. Maar ook hier. En volgend jaar draaien we het om. Dan is dit de voedselbank, het overwinteringsgebied en is dat meer de zomerbloei. Het is niet alleen leuk en aardig en goed voor de bijen, insecten en vlinders, maar het is gewoon ook voor de bewoners van Zwolle hartstikke leuk. We krijgen er heel veel reacties op. Vooral ook van mensen buiten Zwolle, die komen Zwolle binnen, want het gaat over de ringwegen en de invalswegen. Dus zodra je de grens van Zwolle overkomt en je komt binnen, dan denk je, wauw, hoe kan dit? Van belang is dus dat het een doorlopend ecolint is van ringwegen en invalswegen, zodat insecten, vlinders, bijen niet moeten zoeken van als de voedselbank hier bijvoorbeeld leeg is, van waar moet ik dan naartoe? Nee, het loopt gewoon door en ze kunnen gewoon naar de volgende. Dat is het belangrijkste eigenlijk van het hele ecolint in Zwolle. De hoofdgedachte is, de natuur is de baas, die bepaalt en wij volgen en wij passen aan.